Goedemiddag en welkom bij de webinar over het project Courage Labin. Ik ben Jan de Smet van team ELO van het departement Omgeving. En we bieden in 2021 drie webinars aan rond het thema Ruimte voor EDO, waarin we de link leggen tussen educatie en duurzaam ruimtegebruik. We hebben hiervoor gekozen omdat normaal gezien in november 2020 de driedaagse Benelux-conferentie in Antwerpen doorgegaan zou hebben. Maar ja, die is dus gecanceld omwille van corona, jullie niet onbekend. Maar uitstel is geen afstel, hopen wij. En om in de tussentijd toch niet op onze honger te blijven zitten, bieden we dus dit programma aan. Het is geen vervanging van, maar wel een smaakmaker voor de Benelux-conferentie van 17 tot 19 november 2021. Dus een datum om te noteren, 17 tot 19 november dit jaar. Het thema Ruimte voor EDO, waarin duurzaam ruimtegebruik centraal staat, was al langer gekozen. Maar corona heeft het brede publiek echt doen kennismaken met een deel van de ruimte dat tot voor kort misschien nog ergens schimmig tussen de bosjes verborgen lag. En velen beseffen nu dat het belangrijk is om doordacht om te gaan met de beperkte ruimte die we in Vlaanderen hebben. En misschien een geluk bij een ongeluk, deze nieuwe aandacht voor de open ruimte. Maar we willen het wel aangrijpen en verruimen tot nadenken over ruimtelijke vraagstukken. En op die manier ook ecologische en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. En is er in het proces rond ruimtelijke vraagstukken ook plaats voor educatie? Kunnen burgers, verenigingen, jongeren, wie dan ook, op een zinvolle manier betrokken worden bij de invulling van de ruimte? Beschikken ze hiervoor over de nodige competenties? En indien niet, hoe kunnen we hen daar dan in voorzien? Veel vragen, en het zijn dit soort vragen waarop we in deze webinarreeks een antwoord zoeken, misschien vinden, waarover we samen willen nadenken. Hierbij ook even in een notendop wat jullie nog kunnen verwachten. Op 22 maart focussen we op de vertaling van duurzaam ruimtegebruik in de nieuwe eindtermen van de eerste graad voor het secundair onderwijs en bieden we inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. En op 1 april, een week later, stellen we een project van de Helix voor, waarbij op een creatieve manier verschillende visies op het thema ruimte in kaart gebracht worden. Maar vandaag dus zoomen we in op het project Courage Labin. Een exotische naam voor een project dat in de zomer van 2016 liep in Kuringen. Dat klinkt misschien minder exotisch. Maar het is wel een illustratie van hoe studenten uit heel verschillende opleidingen samenwerkten aan een ruimtelijk vraagstuk. Maar dat gaat Patrick Vleeshouwer jullie allemaal vertellen. Hij organiseerde en begeleidde mee deze summer school. Dankjewel Jan en goedemiddag iedereen. Ik ga jullie beginnen met de structuur van mijn verhaal een beetje te delen. Omdat je alles zou kunnen plaatsen, is het toch eerst de bedoeling dat ik de aanleiding en de situering van dit project ga toelichten. En daarna, als afwisseling voor beide partijen, is het interessant trouwens, bekijken we een filmpje van een kleine 4 minuten eigenlijk, om jullie te laten meegenieten van de zomerse sfeer tijdens deze summer school. Vervolgens ga ik dieper in op het proces, waar dus eigenlijk verschillende aspecten naar boven komen over dat interdisciplinair werken. En als tweede afwisseling liever volgt dan Frederik, die een getuigenis zal brengen. Dus iemand die de summer school heeft meegemaakt als deelnemer en nu werkzaam is als ruimtelijk planner. En dan op het einde gaan we overlopen wat de resultaten waren van dit project. En tot slot dan de evaluatie van heel het geheel. En dan is er ruimte voor jullie. Dan kunnen jullie vragen stellen. Voilà, even de aanleiding schetsen. Dat was een vraag van de Vlaamse Landmaatschappij aan EcoCampus. EcoCampus is het team dat, van ons dat werkt naar hoger onderwijs.
En er was eigenlijk een idee om een verloren stuk groene ruimte, verloren tussen aanhalingstekens, nabij Hasselt, om dat te herbestemmen, om dat te gaan herinvullen. En een stukje Demervallei, je zal het straks wel zien op de kaart. En je zal je natuurlijk afvragen van 2016, waarom in godsnaam kom je er nu terug mee naar boven? Nu, ik denk dat het echt de moeite waard is om het nu terug boven te halen, omdat het gaat over ja, de ruimte. Dus straks heeft Jan al gezegd, het is een heel belangrijk iets. Zeker in coronatijden merken we dat, dat we met schaarse ruimte heel zorgzaam moeten omgaan. Maar ook dat interdisciplinair werken komt steeds vaker aan bod. Vandaar, het is echt, denk ik, terug iets om terug op de kaart te zetten. En ja, vandaar dat we dit terug naar boven halen. Dit project werd ook gesteund door de Europese Green for Grey, maar daarover later misschien nog iets meer. Dan bekijken we het in het kaartje. Je ziet het werkingsgebied is eigenlijk ten noordwesten van Hasselt. Daar ligt Curingen, in het Frans Curange, vandaar de naam Curange-les-Bains. En dat komt voort uit de jaren 50-60 van de vorige eeuw. En mensen uit de stad Hasselt die zochten daar hun verpozing, gingen daar ontspannen in het waterrijk gebied tussen Kanaal en Demer. Ook het kanaal zelf werd gebruikt om te zwemmen en dergelijke meer. En ja, het werkingsgebied heb ik daar groen omlijnd. Je ziet dus een mooie slingerende Demervallei daar. En op de volgende foto's zien jullie ja, dat het toch wel een prachtig gebied is. Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen, namelijk het is niet een gebied dat met een uitgesproken functie. Er is in tegendeel, er is landbouw, er is zachte recreatie, er zijn volkstuintjes, er zijn heel wat erfgoedelementen aanwezig, waaronder de watermolen, een abdij van Herkenrode, nog een klooster. Maar voor Hasselt is dit een mooi groot natuurgebied dicht bij de stad, bij de stadskern. Nu de Vlaamse Landmaatschappij. De slogan van de Vlaamse Landmaatschappij is eigenlijk samen open ruimte versterken. En met dit project wou ze eigenlijk een nieuwe dynamiek binnenbrengen in het proces van gebiedsontwikkeling. En EcoCampus wou eigenlijk inzicht krijgen in ja, dat doorgedreven disciplinair werken om de inzichten daarna te kunnen delen. Van welke moeilijkheden zijn er, welke barrières ontstaan er bij interdisciplinair werken en wat is de meerwaarde dat je daardoor bekomt. Nu nog iets anders. Ik ga niet al die SDG's overlopen, hè. Dat is niet de bedoeling, maar om dat ook wat te situeren, eind 2015, dus het project liep in 2016, kwamen de SDG's en vooral die 17e SDG, Partnership for the Goals, duidde erop dat het belangrijk is om samen te werken. Samen te werken omdat de vraagstukken, zeker de duurzaamheidsvraagstukken, steeds maar complexer worden. En dat je het niet meer vanuit één discipline kan oplossen. Vandaar, op alle beleidsniveaus is eigenlijk samenwerking noodzakelijk. Dat gaat van ministers, departementen, agentschappen, op lokaal vlak schepen en dergelijke meer. Nu, dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat we van kleins af aan, en dan kijk ik uiteraard ook naar het onderwijs, wordt alles in vakjes geduwd. En hoe meer dat je deskundig wordt, hoe langer dat je studeert, hoe meer dat je deskundig wordt en specialiseert, maar hoe minder het holistisch beeld nog op de voorgrond komt. En dan, ja, vandaar is het belangrijk om die interdisciplinaire aanpak te stimuleren. Dus die 17e doelstelling, dat was in de sfeer toen dat we dit project ook zo hebben aangepakt. Dan het project zelf. De toelichting van het project zelf. Het idee kwam toen om dus die 20 laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden uit 10 verschillende richtingen, maar je ziet zijn er 9 geworden. Jammer genoeg is er de studierichting van rond kunst. Iemand uit de kunstrichting is weggevallen, want die had anders ook wel een mooie bijdrage kunnen betekenen. En u ziet de verschillende hogescholen die zich daar hebben en universiteiten die er aan deelgenomen, als ook de verschillende afstudeerrichtingen. En je ziet er evidente, maar ook minder evidente afstudeerrichtingen verschijnen. Ik wil hier nog aan toevoegen dat de overgrote meerderheid van de studenten nam belangeloos mee. We verspreiden wel, we verleiden hen wel liever
het idee van dit gaat goed staan op jullie cv. En dat was ook zo, want we hadden wel een mooi programma ook. Daarboven was het voor hen ook volledig gratis. Maar voor een deel van de studenten, vooral voor die van communicatiemanagement, telde dit mee voor een aantal studiepunten in hun opleiding. Dat was dus echt een onderdeel van hun opleiding. Er zijn heel wat betrokkenen bij. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Je kan ze lezen, maar enkele afkortingen. De Vlaams Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. En dan staat er nog onderaan in feite de buurtbewoners of de gebiedsgebruikers. Heel belangrijk, want als je die ook betrekt, dan zie je dat dan mag je eigenlijk je project transdisciplinair noemen. En dat betekent dat je ook niet-academische kennis, de man die wandelt met het hondje, de jogger, de toevallige passant of recreant die daar passeert, kan evengoed een bijdrage leveren aan hoe dat dit gebied terug moet herbestemd worden. Het doel van het geheel, dat was voornamelijk vanuit de Vlaamse Landmaatschappij, maar het was eigenlijk ook vanuit EcoCampus. Het doel was een duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen. Dus dit moesten de studenten doen. En de opdracht was ook om te maken dat er een evenwicht was tussen verschillende functies en opportuniteiten. Bij verschillende functies, denk je maar aan, dat kan recreatie zijn, dat kan toerisme, land, voedselvoorziening, mobiliteit, water, berging en noem maar op. Dus het is een hele reeks functies dat een gebied heeft. En opportuniteiten, er is een abdij in de buurt, er is een toekomstig stadsbos, daar was sprake van en dat wordt gerealiseerd. Dat is recent nieuws, vrij recent nieuws. Een aantal opportuniteiten van het gebied. Het moesten vernieuwende ideeën zijn op lange termijn en voorstellen die realiseerbaar op korte termijn, de combinatie. En uiteindelijk moest het eindigen in een presentatie, dat was op zaterdag, je zal dat straks wel merken. Voorstellen die tastbaar zijn voor beleidsmakers, zodat zij daarmee aan de slag kunnen. Voor de docenten uiteraard ook, voor de docenten van de studenten en de bewoners uit de buurt. Voor EcoCampus was het eigenlijk ook een ideaal moment om eens na te gaan hoe die EDO-competenties hoe die zich ontwikkelen in een interdisciplinaire setting. Ik ga hier niet verder op ingaan, want ik kom daar nogal uitgebreid op terug tijdens de evaluatie. Dan het project zelf. Het was een meerdaagse summerschool van 13 tot 17 september, van dinsdag tot zaterdag, met een overnachting. Dat maakte dat er tijd was voor interactie en bruggen te bouwen tussen die toch wel heel verschillende leefwerelden dat op twee niveaus zich afspelen. Daarover ook straks meer. En om voldoende inspiratie op te doen. Nu, misschien voor sommigen van jullie lijkt dit een groot project. Het was ook een zeer groot project. Heel arbeidsintensief ook wel. Maar het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Ik zou zeggen, pik daar die dingen uit dat je denkt van daar kan ik iets mee of dit is realiseerbaar. Ik heb al ook heel veel mooie resultaten gezien. Tussen twee opleidingen of tussen twee organisaties die niet zo evident bij elkaar zijn, want dat is het juist, we hebben niet evidente opleidingen bij elkaar gezet. Jullie hebben dat allicht al ondervonden, dat werken met niet voor de hand liggende doelgroepen ook, of organisaties, dat verrijkend kan zijn. Het proces dan. Het was nogal logisch dat we van beide voorbereidingen participatief en multidisciplinair aan de slag gingen. Er was een startmoment in april, in het voorjaar, waar we dus de opleidingsverantwoordelijken en docenten en studenten dus samen brachten. En we hadden het daar over hoe moet nu zo'n summerschool, we voorzien 5 dagen, van dinsdag tot zaterdag. Hoe kunnen we dat opbouwen? Welke elementen moeten daarin aanwezig zijn? Maar ook in de mate dat we de studenten gingen vrijlaten, omdat ze zelfsturend aan de slag zouden kunnen gaan. Dat was een beetje een balans en evenwicht dat we hebben moeten zoeken. Ja, maar dat komt wel, dat komt ook in de evaluatie aan bod. Denk ik dat er nu mogelijk tijd is om naar een filmpje te gaan, als een beetje afwisseling voor mijn stem. En dan ik laat jullie genieten van de zomerse sfeer. Thank you.
En wat wij nu willen is om te kijken of wij terug het gebied zijn identiteit kunnen krijgen die het verdient. Door na te denken over welke functies zijn hier nu echt belangrijk. En op die manier groen in de stadsrand in Hasselt terug op de agenda te brengen en in de hoofden van de mensen. Vanuit de EcoCampus was dit een zeer goed experiment van hoe je interdisciplinair aan de slag kan gaan met een duurzaamheidsvraagstuk. Meer bepaald, hoe ontwikkel je een duurzaam toekomstperspectief voor Grange Lebbe? Duurzaamheid voor deze summer school betekent dat studenten tot een ontwerp komen voor dit gebied dat sociaal rechtvaardig is en daarin boven rekening houdt met de ecologische grenzen. Met de VLM en samen met RNE hebben we de uitdaging aangegaan om een multidisciplinaire aanpak ook te vertalen in de samenstelling van de groep van studenten. We hebben bewust gekozen voor een groep van verschillende studierichtingen. En dat zorgde ervoor dat we voor een heel groot experiment stonden. En dat maakte dat we een heel experimentele aanpak hebben gedaan in de vorm van het proces. Hetgene dat ik het gekste vind is de manier waarop dat er met ons wordt omgegaan. Hoe dat de groepen geleid wordt en dat ze met ons eigenlijk al zoveel gedaan hebben. Dat proces is heel belangrijk. Dat zij in één keer veel meer voelen van ik ben eigenlijk even belangrijker als de bioloog of als de landschapsarchitect of als de stedenbouwkundige. Het was eigenlijk echt wel super leuk om te zien welke waarden eigenlijk bijvoorbeeld sociaal werk, ergotherapie, communicatiemanagement, buiten het feit van biologen en tuinbouwarchitecten eigenlijk hebben in een natuurproject. Dat proces dat iedereen dat gelijkwaardigheid erin komt, zorgt ervoor dat iedereen zijn stem kan laten horen. Ik heb al een paar voorstellen gegeven en dan krijg ik reacties van verschillende mensen uit andere opleidingen. En dan denk ik van, ah ja, zo kun je het ook bekijken. En dan gaat je heel anders kijken op je eigen voorstel. Op mijn opleiding is alles vrij theoretisch. En ik heb niet het gevoel dat er zo echt eens een oefenmoment is om te doen alsof je al in een werkomgeving zit. En dus aan een effectief project deel te nemen. Dus Verleef is eigenlijk een pilootproject dat we hebben opgestart en de bedoeling is eigenlijk dat dat maar tijdelijk is. Het zou een tool voor een bevraging zijn in de buurt. Deze summer school voelt niet echt aan als school. Je komt echt binnen in een werkomgeving. Je gaat van 9 tot 5, zelfs, ja, het kan variëren. Eigenlijk bezig zijn met je werk zonder dat het lijkt alsof je op school zit. Ik vond het leukste moment de kruidenpluk en de pizzabak, omdat we er eigenlijk toen middenin zaten. Dus eigenlijk was dat in een echt een ontspannen setting, dat we allemaal nog eens konden luisteren naar elkaar, zonder dat iemand zei van je moet nu praten over de summer school. Eigenlijk op een vrij moment wouden wij daar nog over bezig blijven. Ik vind eigenlijk wel dat wij allemaal, zeker de studenten, elkaars opleiding hebben geapprecieerd doorheen de week. Het tofste moment. Ik vond het allemaal enorm interessant. Voilà, dat was enkele zomerse beelden. Je zag het, het was de naam Summer School waard. Het was de naam Summer School waard. Hè. Voilà, het programma van deze summer school. Ik ga het niet in detail uiteraard overlopen. Het kwam eigenlijk daarop neer dat na een kennismaking dat we gingen divergeren, out of the box denken, alles opentrekken, kaders uitwisselen. En uiteindelijk moesten we dan wel convergeren naar meer naar besluiten nemen van welke voorstellen dan we uiteindelijk gingen naar voren schuiven om die dan tot slot te kunnen presenteren aan de betrokkenen in de buurt. Voilà. Ik ga een aantal onderdelen van het programma overlopen. Te starten met de speeddate. De speeddate was begonnen in kleine groepjes. Dat gaat over onder andere de kennismaking. En dan wil ik toch wel zeggen dat dat heel belangrijk is om bij interdisciplinair werken, niet alleen om het ijs te breken, het is sowieso al in een nieuwe groep altijd wat kijken naar elkaar, mensen die elkaar nog nooit gezien hadden. Maar het gaat vooral, waren er een aantal niet zo evidente
opleidingen ook aanwezig. En die stellen zich de vraag van wat kan ik bijvoorbeeld als ergotherapeut bijdragen aan dit project. En vandaar dat roept heel wat onzekerheden op. Dat is dus heel belangrijk om in te gaan, om te gaan met die ongelijke startpositie. Daarna zijn we onmiddellijk gestart met een pionierservaring en dat kan je wel letterlijk nemen. Dat betekent dat we de studenten niet hebben ingewijd in het gebied, hoe dat eruit ziet en zo verder, maar onmiddellijk de fiets op en gaan verkennen. Met drie pionnen van wat zie ik hier, wat voel ik hier en wat wil ik? Wat wil ik veranderen dan uiteindelijk? Het was heel mooi om te zien dat er daar ook al onmiddellijk verschillen in zaten. Je zag onmiddellijk dat bijvoorbeeld de ergotherapeut en de sociaal werker, die gingen mensen direct aanspreken op straat, die gingen bellen aan huizen die aan de rand van het gebied lagen, die gingen interviews afnemen over dat gebied, terwijl andere mensen eerder aan het kijken waren naar de hoogtelijn en niveauverschillen en dergelijke, meer lijnen in het landschap. Dat zag je eigenlijk van bij het begin. Het was wel grappig. Nu, je kan hier wel eventueel verder op ingaan, bij de vragenronden of zo. Maar ik zal nu overgaan naar het volgende. Dat is de Café Courage. Wat was dat? Er was een heel sterke diversiteit onder de studenten, dat weet je al. Maar uiteraard is er ook een heel sterke diversiteit onder de gebiedsgebruikers en de mensen die daar belang bij hebben. En daarom vonden we het belangrijk om in de Tuitermolen, dat is een oude watermolen daar, om een café te houden, tussen haakjes, waar dus de studenten konden aanschuiven aan thematafels die gingen rond landbouw, natuur, erfgoed en buurtwerking. Uiteraard is dan de gebiedskennis op te doen en dergelijke meer, maar dit is zo belangrijk omdat je ook tegengestreden belangen. Er zaten boeren, zowel bioboeren als traditionele, maar ook mensen vanuit natuur. En je snapt dat dat niet altijd hand in hand gaat. Dus vandaar is dat heel belangrijk om die tegenstrijdige verlangens, om die naar boven te halen. Want als je vertrekt vanuit je eigen concept, vanuit je eigen denken al, vanuit je eigen opleiding of interesse of hoe dan ook, dan is het heel moeilijk om tot een gedragen concept te komen. Terwijl als je vertrekt vanuit ieders bezorgdheden van wat vind jij nu belangrijk, waarom wil jij hier, het is nogal logisch dat een boer daar wil blijven, hè, omdat dat zijn inkomsten zijn en dergelijke, maar dat je heel goed gaat luisteren van wat is zo belangrijk in, voor hem, voor haar, voor al die verschillende partijen natuurlijk. Dan hebben we de open space, ja, er worden nogal wat Engelse termen gebruikt. Dat zijn open agenda bijeenkomsten. Dat betekent dat eigenlijk studenten het onderwerp van de discussie konden bepalen en elke keer werd er verder gebouwd op het resultaat van de vorige dag. Er waren dus ook naast zo de individuele werk- of vrije werkateliers, moet ik eigenlijk zeggen, waren er ook plenaire sessies. En die dienden uiteindelijk om een stuk te kijken van dat iedereen eigenlijk zich dat ook op elkaar, dat men eventueel kon aanpikken van wij horen eigenlijk samen, wij zouden beter samenwerken. En daar zie je ook, dat is ook heel goed te merken, dat bijvoorbeeld bepaalde opleidingen, zoals de lerarenopleiding, of studenten liever uit die opleiding, dat die het voortouw namen in het discussies beginnen leiden en organiseren werken. Dus ieders talent kwam daar zo spontaan naar boven. Dat was wel mooi. We zagen daar ook, en dat zal je straks zien, dat er kruisbestuiving ontstond. Dat zal je straks zien bij de resultaten. Een inspiratieworkshop, daar ga ik kort over zijn. Dat waren twee mensen die inderdaad een inhoudelijke en methodische push gaven aan het geheel. En waarom hebben we dit bij het begin van de tweede dag, in de voormiddag van de tweede dag gezet? Was om net die grote verschillen tussen mensen die al een planologische opleiding of mensen die met ruimtelijke ontwikkeling bezig waren, dat die een beetje op een gelijk niveau werden getrokken, tussen aanstekers, dus met mensen die eigenlijk van ruimtelijke ordening er helemaal geen kaas hadden van gegeten. Dat was zo'n inhoudelijke input waar iedereen veel aan gehad heeft, hebben we gemerkt achteraf.
Daarna kwam er ideeënmapping. De bedoeling, dat kan ook heel kort zijn, dat is de bedoeling eigenlijk om dat studenten van elkaar zouden te weten komen van wat is mijn drive, waarvoor wil ik gaan, zodat er ook zo spontaan groepjes konden gevormd worden. Voilà, en dan heb ik nog een paar andere werkvormen die gebruikt zijn, maar daar ga ik niet verder op in. Er was nog een expertisekist. Als je wil, kan ik daar tijdens het vragenuurtje of kwartiertje, kan ik daar verder op ingaan. Visual harvesting, storytelling, foodbuilding, maar daarover eventueel straks meer. Die zijn minder van belang bij het interdisciplinair werken. De groep van communicatiestudenten, die communicatiemanagement studeerden, die hadden uiteindelijk de grote opdracht was voor hen om een communicatiestrategie te ontwikkelen voor dat buurtlab. Het buurtlab was dus de zaterdag waarop pers, beleidsmensen en de buurtbewoners uitgenodigd werden. Maar dat betekende dat zij ook in iedere, want ze moesten ook goed kunnen communiceren, dat zij in ieder groepje moesten ook aanwezig zijn en telkens terugkoppelen. Op het einde, de laatste dag, hebben die wel afzonderlijk gewerkt, omdat zij heel dit ding moesten voorbereiden, uiteraard dat buurtlab. Ja. En dan het buurtlab zelf, het grote moment waarop de voorstelling plaatsvond voor de buurtbewoners en de beleidsmakers. Dus ze presenteerden liever een idee in de vorm van een markt. Eerst werd er wel een inleiding gegeven, zoals je hier ziet. En op de volgende dia zie je dat er meer in kleine groepjes gewerkt werd. Dat er meer presentaties werden gegeven. En we zagen dit niet als eindresultaat. De studenten legde hun ideeën voor om te kijken van welke feedback krijgen we en moeten we eventueel nog aanpassingen doen. Dat was eigenlijk het opzet van dit geheel. Dan hebben we aan Frederik die een getuigenis geeft. We hebben Frederik terug opgediept. Frederik was deelnemer aan de Summer School. En we hebben gevraagd, Frederik, wat herinner je nog zo vaag van die Summer School? Dat is een tijdje geleden. En is er iets dat blijven hangen is dat je nu nog vandaag de dag kan gebruiken in je werk? Frederik, kan je ook. Heel goed. Hallo samen. Mijn naam is Frederik Schobben. Ik werk momenteel 2,5 jaar bij het studiebureau Sweco als ruimtelijk planner in Gent. Toen ik mijn bachelor en bachelor in de landschapsopleiding ontwikkeling heb afgerond, heb ik mijn studies vervolgd naar de master stedenbouw en ruimtelijke planning aan de KU Leuven. En door een studentenjob in het kader van een onderzoeksproject over burgerinitiatieven in de open ruimte, heb ik Hans Lijnvelder leren kennen. Hans is een docent ruimtelijke planning aan de KU Leuven en hij had mij dan in de zomer van 2016 voorgesteld om deel te nemen aan de Summer School Courange-les-Bains. Omdat dit mij een zeer toffe en leerrijke ervaring leek, had ik een briefje gebeld met vraag naar mijn deelname aan de Summer School. En toen de week van de Summer School begon in Erkenrode, leerde ik kennis maken met alle deelnemers en medestudenten. Ik vond het een interessant gegeven dat er eigenlijk zoveel verschillende disciplines samenkwamen om in mijn ogen samen te werken aan een ruimtelijk project. Het liet mij zien dat personen met een achtergrond in de zorg, sociale sector of educatieve sector evenzeer bouwstenen zijn voor het ruimtelijk ontwerp. Viel mij op dat personen zonder een ontwerpachtergrond, dat je die kan triggeren voor ontwerpinput door de juiste vragen te stellen. Die vragen die kunnen dan bijvoorbeeld zijn, wat als uw werkplaats hier zou zijn? Wat zou je doen in deze boerderij in Herkenrode? En hoe kun je dat bijvoorbeeld combineren met je ervaringen in de zorg? En via deze vragen geven ze eigenlijk input naar leefbaarheid toe en ook tegelijkertijd hoe het er ruimtelijk kan uitzien. En door de verschillende sessies onderling waren er ook sessies door experten gegeven. Persoonlijk vond ik de toelichting van Sarah Martens interessant en die blijft mij ook tot nog altijd goed bij, omdat zij heel erg hard ijverde over participatie in ruimtelijke planning en het belang ook aantoonde om bijvoorbeeld samen te werken en samen door een site te wandelen met iemand met een andere kennisachtergrond en vervolgens
samen praten over interessante plekken die je tegenkomt, om zo bepaalde ruimtelijke kwaliteiten en potenties te leren kennen. Ik moet zeggen dat door de samenwerking met een heel diverse groep er zeer verrassende resultaten naar boven kwamen. En dat leert mij tot op vandaag om zoveel mogelijk mensen als mogelijk te betrekken tot uw ontwerp. En na de summer school had ik als zelfstandig ontwerper een jaar gewerkt aan een participatief project genaamd Colorsport City. In de presentatie zie je ook een foto. Hierin heb ik gewerkt als een workshop guide, workshop gids. En hierin deden wij verschillende creatieve workshops over de 7 mijngemeenten in Limburg. Maar denk aan Genk, Heusden-Zolder, tot Maasmechelen, As. Dat zijn dus de typische mijngemeenten in Limburg. En in elke workshop werkten we samen met een 15-tal deelnemers. En dat was ook een heel diverse groep. Dat ging van lokale bewoners tot kinderen, tot schepencolleges, naar natuurorganisaties en bedrijfsleiders en zo verder. Het opzet hierin was om voor elke sessie een illustratief beeld te creëren hoe hun gemeente of een specifieke plaats binnen hun gemeente eruit kan zien. En de vragen die ik als workshop guide aan hen vroeg, waren dus ook cruciaal om een toekomstige leefomgeving te creëren. En ook effectief iets in beeld te zetten. Dus het belang aan vragen is heel belangrijk. En nadien, in 2018, ben ik vast aan de slag bij Sweco, waar we eigenlijk dagelijks bezig zijn met het creëren van de steden en gemeenschappen van de toekomst. In participatietrajecten van complexe of regionale projecten trachten we telkens op een inventieve manier iedereen te betrekken. En in veel gevallen doen we hier ook nog eens extra beroep op een extern bureau, die we al vanaf het begin van het project mee hebben, om zodanig die participatie al van start van het project te laten tonen. En dat laat zien dat participatie en ruimtelijk ontwerp op de dag van vandaag eigenlijk niet meer los te denken is van elkaar. En die summer school in 2016 heeft in mijn ogen dat al bewezen dat participatie echt essentieel is. Ik dank u daarvoor ook, Patrick, voor die uitdaging toen de Courage le Bain. Dankjewel, Frederik. Mooie woorden. We hebben die ook ontvangen tijdens de evaluatie, waarvan we straks het een en ander zullen vertellen. Maar mooi dat je er nog altijd iets mee doet in je dagelijks werk. Of dat het dus blijven hangen dat het heeft getriggerd. Hè? Ja, voilà. Goed, jullie zijn uiteraard benieuwd van wat heeft het uiteindelijk opgebracht, die summer school. En eerst was ik van plan om daar eigenlijk weinig aandacht aan te besteden, omdat voornamelijk ik wou het proces hier uit de doeken doen, maar ja, zonder product is het ook misschien een beetje vreemd. Dus ik ga er misschien, ik ga er al iets van vertellen, maar ik ga straks ook wel verwijzen naar een digitale brochure die je kan raadplegen als je er echt veel meer over wil weten. Voilà, het eerste idee dat gelanceerd werd was de Trage Wegen App Courage. Dat was de bedoeling dat studenten eigenlijk een netwerk creëerden om Hasselt Centrum te verbinden met het gebied. Je zal merken dat er was eigenlijk de noordwestelijke kant van Hasselt, waar een beetje verwaarloosd was. Er is een gevangenis gebouwd, er is een opslagplaats van de lijn. Er zijn verschillende, ja, niet zo verwaarloosde plekken ook. Het idee was om daar vanuit de stad eigenlijk door te breken naar dat gebied en om daar een stuk te ontwikkelen. Eigenlijk waren de kernwoorden verbinden, beschermen, beleven en toegankelijk maken. Zelfs het Albertkanaal wou de studenten doorbreken om dan de verbinding te maken naar de Weigers. Dat is het gebied dat erboven ligt. Dat is een heel groot gekend gebied daar in de buurt, natuurgebied. Dus ze dachten aan uiteraard die trage wegen, om een nieuw fietspad dat eigenlijk in de pijplijn zit, een brug of een overzetpont en dergelijke meer, maar er staat meer in de brochure. Het tweede was Waterrijk. Dat staat eigenlijk voor waar water eigenlijk een centrale rol speelde in de
verbindende en lerende en zorgende gemeenschap zoals ze staat, omdat dat verwijst terug naar de geschiedenis. Studenten hebben heel goede verschillende dingen opgepikt over met respect voor het erfgoed, het respect voor het verleden, die abdijsite en die zorgende gemeenschap. De sociale cohesie versterken op een inclusieve manier, dus educatieve elementen inbrengen met een waterspeeltuin liever, een zintuigenpad, molens met waterkracht die dan ook een educatief aspect krijgen, een uitkijktoren en dergelijke meer. Ja. Het volgende was een pop-up, dat was ook een heel mooi iets. Eigenlijk bedachten die studenten eerder een strategie om zo een paar keer op het jaar zoiets nieuw te lanceren. En zij hebben er zelf één in uitgewerkt. En dat was het pop-up Leefbos, hebben we het eigenlijk genoemd. Dat was heel mooi. Ze hadden er was een begraafplaats. Die aan de ingang stond het vol, maar ook vol met verbodstekens. Verboden te spelen, verboden te picknicken, verboden te fietsen, verboden te voetballen. Dat was... En ze dachten van, ja, er waren wel een tiental borden, dat was echt overdreven. En ze dachten van, tja, dat is toch, dat zou eigenlijk, dat sluit zo mooi aan op dat gebied. Men is van plan, en dat is ondertussen ook door een geboortebos, zouden we ook geen begraafbos kunnen daarvan maken. En dat linken aan elkaar en er een leefbos van maken, waar mensen terug kunnen elkaar ontmoeten, een gezellige plek. Ja, voilà. Dus dat was ook een heel mooi idee. Ze hebben dan nog heel futuristisch ook uitgewerkt, maar eventueel de brochure biedt dan nog meer verdieping. Courage 2050, dat ging over namelijk twee dingen. Ook die coöperatieve energieopwekking. Dat was, ja, die watermolen zal misschien wel niet zoveel energie opwekken, denk ik. Maar goed, het was het idee van, ja, we moeten meer de coöperatieve gedachte terug naar boven halen en... aquaponics. Ik wist het ook niet dat dat bestond. Dat is de combinatie van hydro- en aquacultuur. En dat heeft te maken met eigenlijk een gesloten circulaire economie, gesloten systeem, respect voor de leefomgeving. Dat slaat ook terug op de geschiedenis dat er vissen werden gekweekt door de abdij, door de paters, omdat ze op vrijdag vis moesten eten. En dus vandaar. Anders het idee van, we moeten een soort gesloten systeem, maar doordat de uitwerpselen van de vissen voedsel was voor planten, en die planten kon dan ook weer... Allee, het was eigenlijk een gesloten systeem, maar het is te lang om uit te leggen. Je leest het ook wel eventueel verder. Of ik kan straks nog wat toelichten. Pure Al Lebain was tenslotte, die hadden het voornamelijk voorzien op buitenactiviteiten. Die wilden terug wat meer beweging brengen in het gebied. Ook dat het gebied wat dicht tussen Hasselt en die grote groene zone lag. Met zwemmen, zelfs kajakken in de Bemer, maar ook met rust en natuur, respect voor rust en natuur. Een zorg-CSA, een zelfoogstboerderij met een historisch herstel van kleine landschapselementen, dergelijke meer. Een stadsrandbos met een avontuurlijke speelzone. Natuurverbinding zelfs, ja, de gevangenis werd erbij betrokken om met een moestuinproject te starten, een overzetboot en dergelijke meer. Ja, dat kon niet op, dat was een fantastische idee. We komen dan bij de evaluatie, want dat is wel heel belangrijk. En globaal gezien, dat was iets dat we gehoord hebben in uitspraak, echt, dat was echt een verontwaardiging bij de meeste studenten van dat zou toch evident zijn, moest dat in onze opleiding zitten. Zoiets zou in iedere opleiding moeten zitten, dat je op het einde nog een keer, je hebt zo lang gespecialiseerd, dat je een keer even terug met andere werelden in contact komt. De experten, ja, ik hou het nu even globaal, de experten vonden het ook zeer zinvol. Die hadden een paar opmerkingen van, ja, de rol van de expert die moet nog beter geduid worden op welk tijdstip. Want we hadden een van die methodieken was ook een expertisekist. De studenten konden eventueel mensen, experten opbiepen of oproepen, maar dat is geen enkele keer gebeurd. Dus dat is nog wel wat voor verbetering vatbaar. En dan gaan we er even dieper op in, liever. 1 plus 1 is 3, ik denk, zo kunnen we het samenvatten. De resultaten hadden echt wel een meerwaarde. Frederik heeft dat net ook gezegd, over door dat interdisciplinaire. Die opleidingen hebben echt elkaar versterkt. En ik heb een voorbeeld.
waar de, bijvoorbeeld de landschapsarchitect, ja, die had nog nooit van een zorgboerderij gehoord, van dat concept, terwijl de ergotherapeut en de sociaal werker wel. En door die dingen te verbinden, zo van, ah ja, oké, de landbouw moet hier wel blijven, want als cultuurhistorisch is dat wel, wel belangrijk. En je zou dat ook een functie kunnen geven als, als dat lokaal, als dat een korte keten wordt, dat, dat producent en consument dichter bij, bij elkaar komt. En dan ook nog eens met mensen die met een beperking, die dan kunnen overnachten in het klooster, dat is nog iets anders dan de abdij, wat er aanwezig was. Ah ja, dat vloeien ze allemaal mooi in elkaar. En het toffe was dat er ook de bioboer al met die gedachten speelde en dat werd gewoon nog even versterkt. We mogen ook toch wel een beetje fier zijn op dit initiatief, omdat door die Summer School hebben we echt wel gezien dat een aantal studenten de meerwaarde van een toekomstige, ja, van een toekomstige functie zagen. Zo van, wat kan ik hier bijdragen? Ik heb wel zoveel jaar op school zitten, maar zo'n groot complex iets. En je zag dat op het einde, dat zij op het einde echt konden een stem uitbrengen, een visie hadden, ja, gevoed door zoveel input van anderen. Goed, dan de edelcompetenties. Ja, ik heb er straks niks over gezegd, gewoon ze laten verschijnen. Ik zal er nu even dieper op ingaan. We hebben eigenlijk die edelcompetenties hebben we niet expliciet benoemd naar doelgroep toe. We hebben dan nooit gezegd van we gaan hier aan werken of zo. Maar er is ontzettend veel geoefend op dat vlak. En heel veel geleerd ook. Als we kijken bijvoorbeeld naar dat eerste puntje, nieuw kennis, kritisch denken. We denken daarbij dat niet alleen aan de kennis van die andere disciplines die je verkende. Kennis dat tot nu toe een blinde vlek was voor jou als vanuit die ene opleiding. Maar ook elkaar kritisch en respectvol bevragen. En nog verder je eigen kader in vraag durven stellen. Hè. Dat is, je kan daar nog veel meer over vertellen uiteraard. Bij systeemdenken, alles is verbonden met elkaar en beïnvloedt elkaar. Denk maar bijvoorbeeld als je enkel gaat, water is, hè, het water was de rode draad doorheen heel dit, in dit gebied speelt een belangrijke rol. Als je dat vanuit één functie, vanuit één functie gaat bekijken, dan verlies je veel andere functies of dan ga je zelfs die andere functies te niet doen. Als je zegt, het moet enkel ingezet worden voor toerisme, ja, dan gaan landbouw waarschijnlijk daar niet mee tevreden zijn. En dan die waterberging en ja, er zijn nog veel andere, en natuurwaarde. Ja, er is nog waterberging, is ook een mogelijkheid. Dus een combinatie van zo één aspect. De bedoeling is dat studenten, of daardoor hebben studenten gaan inzien, ja, dat hangt allemaal eigenlijk aan elkaar, die verschillende functies. Bij waardeontwikkeling zie je dat ja, naast het inschatten van de eigen deskundigheid, dat is al genoeg aan bod gekomen, werd meermaals ook de vraag gesteld, ja, waarvoor doen we dit eigenlijk? Wat is het uiteindelijke doel? Wie moet er eigenlijk hier, of wie wordt er hier beter van? Of wie vaart hier wel bij? Het is niet de bedoeling dat ik hier als buitenstaander hier ga zeggen van zo en zo, want uiteindelijk zijn de buurtbewoners of deze stad Hasselt of de inwoners van de stad Hasselt die er uiteindelijk zullen moeten mee leren leven. Hè. We verwachten uiteraard duurzame voorstellen die sociaal rechtvaardig waren en uiteraard rekening houden met de ecologische draagkracht. Omgaan met emoties. Dat kwam ook veelvuldig aan bod. Wat voel ik als mijn idee het niet haalt? Ik heb een idee in mijn hoofd en het haalt het niet. Ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe reageer ik in een situatie waar heel veel tegengestelde meningen aan bod komen? En dat is zo. Hè. Actiegerichtheid. Ja, natuurlijk, we werken naar de presentatie toe tijdens dat buurtlab. Met de bedoeling eigenlijk om in de hoofden van de beleidsmakers verandering teweeg te brengen, van de buurtbewoners. Maar die actiegerichtheid heeft ook te maken met dat eigenlijk andere vaardigheden en inzichten laten ontwikkelen, waarmee ze zelf verandering in gang kunnen zetten. En daarom moet die actie er nog niet zijn, maar gewoon voelen van ja, die mensen toe, of de deelnemers de tools aanreiken, of deelnemers aan dat buurtlab de tools aanreiken, zodat zij zien van, oké, wij kunnen eigenlijk zelf ons gebied ook wel een draai geven naar daar of daar. Hè. We mogen dus wel zeggen dat interdisciplinair werken echt een boost is voor die edelcompetenties.
Nu een extra, nog een, ja, misschien nog één ding, een extra, Wim, voor die deelnemers, dus de voorbereiding op de toekomst is, studenten leren interdisciplinair werken, andere perspectieven begrijpen, ja, het is toegepaste ervaring voor op een cv of op een curriculum vitae. Goed, Wim, voor de onderwijsinstellingen of voor de organisatoren, ja, je hebt natuurlijk een ongelooflijke experimenteerruimte voor die innovatieve leermethode. Ja, hoe werkt dat? Dat probleemgestuurd onderwijs, interactief, interdisciplinair onderwijs, dat is, ja, dat was echt zo, ik zal zeggen trial and error, we hebben op voorhand heel goed, dat heel goed voorbereid. Maar nog een ander voordeel is natuurlijk dat die verschillende onderwijsinstellingen of organisaties, als je het mij, want ik zeg niet altijd maar onderwijsinstellingen, maar het kunnen even hoe organisaties die samenwerken. Het feit dat die mensen elkaar eens ontmoet hebben tijdens die voorbereiding al, er zijn ook eens, een aantal zijn tijdens de week geweest, een aantal zijn aan het buurtlab geweest, wat verspreidt naar gelang de tijd en zin dat die mensen hadden. Maar zo ontstaat er wel een netwerk van, ah, tja, als wij ook nog eens willen of kunnen samenwerken, hier hebben we een kaartje, tegenwoordig op mail. Hè. Voilà, dus het netwerk uitbreiden. Inspiratie opdoen, ja, voor verschillende lespraktijken, dat is voldoende. En natuurlijk een dienstverlening aan de gemeenschap. Community service learning noemt dat soms. Hè. We willen eigenlijk niet zomaar een zinloze opdracht geven dat dan uiteindelijk in de kast belandt. We willen dat studenten mee aan een realistische, een echte vraag moeten meedenken en hun input en deskundigheid geven. Daarna wil ik nog enkele aandachtspunten geven. Ja, dus eigenlijk dat je moet aanvaarden dat er onzekerheden zijn in het begin. Dat die meerwaarde van bepaalde disciplines ten opzichte van het lijkt alsof er aan een ongelijke start of dat een ongelijke startpositie is. En deels lijkt dat zo, maar je hebt er straks ook de getuigenis van Frederik gehoord dat eigenlijk evenwaardig is. Ze hebben elkaar echt wel nodig om een gedragen voorstel te komen. Er zijn ook onzekerheden bij de organisatoren. Wij wisten niet bijvoorbeeld op voorhand, gaat dat klikken? Je kan er alles aan doen of goed voorbereiden, maar gaat dat klikken of niet? Dat is tussen die verschillende meningen, dat is eigenlijk altijd wel wat koffiedikken. Voilà, en dan ook aanvaarden dat eigenlijk een stuk de proces wat langzamer verloopt. Hoe meer mensen dat je betrekt, hoe trager dat iets loopt, maar hoe beter gedragen voorstel. En soms doorheen de tijd, we hebben dat ook gezien bij heel grote projecten, zoals een U-Place bijvoorbeeld, dat sleept veel te lang aan volgens sommigen, maar daardoor veranderen er wel inzichten en kom je tot betere compromissen op het einde van het ding. Ja. En tot slot, het laatste dia dat ik wil geven. Voor de organisatoren moet het helder zijn, dat is ook een tip dat ik geef, dat je van in het begin goed afspreekt wat zijn realistische korte termijn voorstellen. Of ja, moet het over realistische korte termijn voorstellen gaan, of mag het ook droombeelden zijn dat de studenten afleveren over 30 jaar. We hadden dat in het begin goed afgesproken, maar gevoel toch op een bepaald van, ja, maar de ene persoon wil toch meer zo, ja, we moeten daar iets mee zijn, we moeten dat direct kunnen, toch wel invullen. Terwijl voor anderen was het net het idee van, ga maar een keer volledig uit de bol en denk maar een keer 30 jaar verder. Dat moet je soms durven doen, hè, voor een gebied, op zijn minst, of 30 jaar of langer verder denken. En dan gaat het eigenlijk over de balans tussen product en proces. Wat vind je het belangrijkste, waar wil je op inzetten? En ik wil even nog hier afsluiten met ik vond dat een heel wijze uitspraak van die expert van de Vlaamse Landmaatschappij. Die zei van, we moeten ook niet overdrijven. Soms zijn er experten, tientallen experten gedurende jaren bezig om een ontwerp voor een landherrichting te doen. Wat zou je dan verwachten? En ze komen er nog niet uit. Wat zou je dan verwachten dat pas afgestudeerde of laatstejaarsstudenten dit op 5 dagen of 4 dagen voor elkaar gaan krijgen? Dat was een heel relativerende uitspraak. En die zei van, maar ik heb hier toch wel dingen gezien, voorstellen gezien die anders nooit uit de bus zouden gekomen zijn. En dat is op zich al een meerwaarde. En daarvoor deden we het. Voilà. Ik ben aan het einde van mijn verhaal. Ik wil...
ook verwijzen naar de interactieve publicatie op de website. We gaan alles mooi op eenzelfde plaatsje zetten, de opname van deze webinar en die link naar die interactieve publicatie. Eén vraag, Patrick, gaat over hoe werkt dit door? Is er hoeveel van de ideeën of zijn er ideeën opgepikt, gerealiseerd op het terrein? Kunnen we daar vandaag iets van zien? Ja, oké. Dat was een te verwachte vraag en een terechte vraag uiteraard. Hè. Ik heb terug contact opgenomen met, ik woon in Gent, Limburg is ver en ik volg niet alles op, maar ik heb dus dat toch wel eens gaan nagaan. En de laatste maanden is er weer schot in de zaak gekomen. Nu, dat zijn altijd zaken die dus echt wel op heel lange termijn worden uitgevoerd. En blijkbaar wordt dit over 2 jaar gaat dit proces in gang worden gezet. Nu, dat betekent niet dat er nog niets gebeurd is, want recentelijk het idee van dat, hoe moet ik zeggen, het bos eigenlijk is nu aangekocht door de stad, dat Hasselt, met het idee om die toegangspoort naar dat gebied, er is dus eerst de Prinsbeemden en de Prinsenhof, dat is zo een gebied vrij bosrijk, dat is dus volledig nu aangekocht door de stad, en men wil dat eigenlijk doortrekken, zodat de toegankelijkheid, dat fietspad, dat idee van dat fietspad vanuit de stad tot aan het gebied, tot aan de Demervallei, dat is opgepikt. Dat gaat ook aansluiten, heb ik gelezen, op een fietssnelweg langs het kanaal mogelijk. Er zijn ideeën die toch daar gelanceerd zijn, die nu, is dat nu al dan niet door die mensen die dat in de tijd gehoord hebben, opgevangen hebben, dat kan ik onmogelijk inschatten. Maar er komt terug beweging in de zaak. Ja. En voor de rest is er nog met de PXL, is er nog, dat is de Limburg Hogeschool, die eigenlijk gaat nu een gelijkaardig project doen, maar dan met studenten van groenmanagement. En zij werken als opdracht, ik ga het hier even aflezen, ze werken als opdracht vanuit hun lessen een visie op het gebied uit omtrent ecosysteemdienst en biodiversiteit. En de VLM ondersteunt hen daarin. Dus dat is Jan Verlam. Dus dat is een gebied dat nu al is aangekocht, dus dat begint te rollen. Ja. Oké, dus wel een beetje doorwerking. Nog een andere vraag gaat over de deelnemers die aan de Summer School die daar aanwezig waren en die niet kwamen uit een ruimtelijke opleiding met een niet-ruimtelijke achtergrond. Hebben zij door het project meer aandacht gekregen voor duurzame ruimtegebruik en hun eigen mogelijke rol daarin? Dus ja, heb je daar zicht op? Heb je die studenten misschien nog tegengekomen? Of zijn die verdwenen van de radar? Ja. Om eerlijk te zijn, hebben we daar geen contact meer. We hebben achteraf nog een evaluatie gehouden met hen, maar daarna hebben we geen contact meer gehad. Maar het heeft toch wel, dat waren de studenten die ik persoonlijk het meest heb zien openbloeien, die misschien omdat zij vanuit een underdog-positie aan die summer school begonnen zijn. Ik heb dat echt letterlijk gehoord, wat kan de twee van sociaal werk en ergotherapie zijn, wat kunnen wij hier betekenen in deze setting? En op het einde werd er echt wel naar hen geluisterd. En ja, natuurlijk is te zien waar ze ooit terechtkomen, maar ik denk toch wel dat dat een ervaring is geweest, dat toch wel een beetje getekend heeft. En het is te zien, je kan binnen sociaal werk kan je echt op heel verschillende terreinen te werk gesteld worden. Maar ik denk dat het toch wel een steentje heeft verlegd, zeker in het denkproces, om met anderen op andere visies, of dat met ruimte, of dat ze iets verder doen met ruimte, initiatieven, weet ik echt niet. Frederik, misschien ook kan jij richting geven aan de laatste vraag. En die gaat over in hoeverre resulteert interdisciplinaire samenwerking door jonge mensen in hoeverre levert dat meer creatieve en vernieuwende oplossingen op dan klassieke participatie? Hè? Want ik denk dat je nu ook in jouw job participatietrajecten uitzet. Dus heb je daar een zicht op?
Dat is een goede vraag. Wel, hoe ik klassieke participatie zie, is vaak dat we de bevolking informeren bij concrete projecten en dat we niet zozeer co-creëren. In de summer school, daar passen we volledig op om samen iets te co-creëren, om samen iets te ontwerpen. En die interdisciplinariteit, dat laat u ook toe om u open te zetten voor andere facetten waar ja, ik als bijvoorbeeld ruimtelijke planner totaal niet aan dacht. En dat was wel heel tof. En die samenwerking, ja, die creativiteit wat eruit komt, dat is net door die interdisciplinariteit. Want anders zitten wij, ja, cru gezegd, nog altijd in die hokjes te denken. Van, oké, mijn focus is biologie. Ik wil daar graslandbeheer doen, maar wat er in die gebouwen gebeurt, dat interesseert me niet zoveel. Maar eigenlijk, om dat dan eigenlijk allemaal samen te nemen, komen er wel heel veel interessante zaken uit. Ja, ik kan er wel zeggen dat dat toch wel vernieuwend was, ook wel voor mijzelf, want ik ken nu wel iedereen heeft wel noties over de zorg, maar wat zorg ook voor ruimte kan betekenen. Ik weet nog dat 2 jaar terug is nog door de Vlaamse bouwmeester een publicatie gepubliceerd, enkel over ruimte en zorgpraktijken. Dus dat is zeker iets vernieuwend, kan ik zeker aanbevelen. Ja. Oké, dus een pleidooi voor interdisciplinaire samenwerking.